God created the world. The Dutch created Holland. Met deze quote drukte René Descartes al in het jaar 1628 uit dat Nederland een rijke historie en traditie heeft op het gebied van innovaties en uitvindingen. Nederlandse wetenschappers, uitvinders en ingenieurs hebben door de geschiedenis heen uitzonderlijke bijdragen geleverd aan het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de uitvinding van de verrekijker, de microscoop, de duikboot of innovaties op het gebied van waterbeheer en bouwkunde. Het versterken van economische concurrentiekracht en het oplossen van maatschappelijke problemen staat centraal in het kabinetsproject Nederland Ondernemend Innovatieland. Door de steeds intensievere samenwerking van de overheid met het Nederlandse bedrijfsleven is echte innovatie mogelijk en helpen we Nederland vooruit. Aan de hand van 6 cases zullen we u laten zien tot welke concrete resultaten de Nederlandse innovatiekracht in de afgelopen jaren heeft geleid. Kenmerkend voor de Nederlandse cultuur is dat we met elkaar de schouders eronder zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Case 1. Vervuild water efficiënt zuiveren. Om op een efficiënte manier stikstof uit een verontreinigde waterstroom te verwijderen, introduceerde Grondmij een techniek met de naam Demon. Demon is een in Oostenrijk ontwikkelde reactietank waarin rode korrelvormende bacteriën ammonium, tezamen met nitriet, omzetten in stikstofgas dat ontwijkt naar de buitenlucht. De techniek is energiezuinig en levert een grote besparing van het gebruik van chemicaliën op. Bovendien wordt met deze methode biogas geproduceerd waarmee groene elektriciteit kan worden opgewekt. Zo gezegd, zo gedaan. Case 2. Bescherming bieden tegen het water. Om Nederland goed te kunnen beschermen tegen het water, ontwikkelde Hansje Brinker een nieuw dijkmonitoringssysteem. Door satellieten in te zetten wordt snel een nauwkeurig overzicht van de vervorming van de waterkeringen verkregen, waardoor de veiligheid wordt vergroot. De monitorings- en waarschuwingsdienst van Hansje Brinker biedt actuele informatie. Het systeem kan overal ter wereld worden ingezet voor allerlei toepassingen. Zo gezegd, zo gedaan. Case 3. Onderwijs voor kinderen met leerachterstand mogelijk maken. Om kinderen met een leerachterstand te helpen om mee te doen in de maatschappij, werd de bestaande Ik Kies Computer applicatie geschikt gemaakt voor de schoolsituatie. Een digitale leeromgeving werd interactief gemaakt, zodat leerlingen bijvoorbeeld hun werkstukken via een beeldverbinding kunnen uitwisselen met leerlingen van andere scholen. Door Ik Kies worden kinderen met een beperking via moderne communicatiemiddelen in staat gesteld om volwaardig mee te doen met hun leeftijdsgenoten. Zo gezegd, zo gedaan. Case 4. Burgers snel informeren tijdens crisissituaties. Om burgers ten tijde van crisis en rampen beter te kunnen alarmeren en informeren, gaat de Nederlandse overheid gebruik maken van de cell-broadcast-technologie. De techniek stuurt berichten naar mobiele telefoons van mensen die zich in de buurt van of in het crisisgebied bevinden. Dit systeem informeert snel en adequaat. De overheid vergroot met deze techniek de zelfredzaamheid van de burger doordat het een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid. Zo gezegd, zo gedaan. Case 5. De auto van de toekomst op de markt brengen. Om schone, slimme en veilige mobiliteit versneld op de Nederlandse markt mogelijk te maken, vraagt het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondernemers mee te doen met het ontwikkelen van de auto van de toekomst. Het hoofddoel is de reductie van CO2-uitstoot en energiebesparing. De innovaties die door diverse marktpartijen zijn ontwikkeld, zorgen ervoor dat Nederland duurzaam in beweging kan blijven en een schonere toekomst tegemoet kan zien. Zo gezegd, zo gedaan. Case 6. Precisiebevoorrading van grondtroepen. Om precisiebevoorrading van grondtroepen mogelijk te maken, ontwikkelde Defensie en Dutch Space het project SPADES. SPADES kan volledig autonoom en met grote precisie ladingen tot wel 1000 kilo naar afgelegen of gevaarlijke gebieden brengen. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen of voedsel. SPADES is een uitbreiding van de tactische mogelijkheden tijdens operaties en draagt bij aan het succes van vredesoperaties in gebieden overal ter wereld. Zo gezegd, zo gedaan. Innovatie is geen toeval.
Het stimuleren van innovatie is een belangrijk speerpunt in het huidige economisch beleid, zowel in Nederland als in Europa. Omdat innovaties nieuwe kansen scheppen en omdat innovaties bijdragen aan efficiënte oplossingen voor maatschappelijke problemen. Bedrijfsleven en overheid maken dit samen mogelijk. De beste stimulans voor innovatie is een overheid die zelf innovaties koopt. Zo gezegd, zo gedaan. Nederland, ondernemend innovatieland.